Nazomerfestival moet niet te commercieel worden. Het is dinsdag 25 augustus. Dit is Zeeland Nu. Voor subsidie is uniek imago nodig. Nieuwe afzetmarkten voor Zeeuwse ui. En DJ-duo schiet naar de top. Dag dames en heren. Het Zeeland Nazomerfestival moet opletten dat het zijn unieke imago als theaterevenement niet verliest. Het is volgens kenners de grootste valkuil voor de organisatie, die de komende jaren ook moet oppassen voor het wegvallen van subsidies. Vanaf vandaag staat onze provincie weer bol van locatietheater en, zoals de laatste jaren steeds vaker, populaire artiesten. Een misschien wel wat wonderlijke combinatie. Artistiek. Wachtte hij op mijn terugkeer om ze te... Kwaliteit. Programmering, breed publiek. Nazomeren in Zeeland, met nieuw theater op typisch Zeeuwse locaties. Het is wat het Zeeland Nazomerfestival volgens deze kenners bijzonder maakt. Ik denk dat het Zeeland Nazomerfestival binnen de context van Zeeland uniek is. Zeeland maakt dus 3 eigen voorstellingen per festival en dat zie je nergens. Het festival is aan zijn 15e editie toe. Maar het is wel wat anders dan in het begin. Door bezuinigingen is het locatietheater iets kleiner geworden, maar is het muziekprogramma commerciëler. Met name als Douwe Bob en Ilse de Lange. Voor de jongeren en omdat de kassa moet rinkelen. Het was wat elitair in het begin misschien. Het is wat breder geworden. Want het was altijd toch vooral een theaterfestival met artistiek hoogstaande eigen producties. Ik snap ook dat ze het doen zoals ze het doen, omdat ze financieel en qua publieksbereik daar noodzakelijk in moeten handelen. Maar er zijn gewoon veel te veel festivals. Dus ze concurreren elkaar de markt uit met vaak dezelfde optredens. Na 15 succesjaren van het Zeeland Nazomerfestival zou het een interessante kunnen zijn om te zeggen, moeten we juist niet kleiner, authentieker en specifieker worden? Nee. Laten we vooral de status en het imago wat ze hebben opgebouwd, laten ze dat behouden alsjeblieft. Ja, een klein debat over de toekomst van het Zeeland Nazomerfestival. Ik ga erover verder praten met Anke Taniatou in de Glasloods in Vlissingen, daar waar de openingsvoorstelling is vanavond. Ja, Anke, het festival is dus commerciëler geworden, maar aan de andere kant zou dat het unieke imago schaden. Welk gevaar schuilt daarin? Nou, je moet natuurlijk wel iets toevoegen aan de cultuur in Zeeland, hè, als festival. Dat kan niet anders, anders maak je ook geen aanspraak op die subsidie. Nou kan dat festival best wel aardig zelf de broek ophouden. En dat heeft er ook mee te maken dat ze een aantal jaar geleden hebben besloten om dat muziekprogramma op het Abdijplein wat toegankelijker en dus commerciëler te maken. Maar ja, hoe kijkt de politiek dus de subsidieverlener daartegen aan? Straks bij de nieuwe cultuurnota, worden ze daarvoor beloond of worden ze daarvoor bestraft? Ja, en hoe denkt de organisatie daar zelf over? Nou, festivaldirecteur Henk Schouten die heeft natuurlijk zelf al vanwege eerdere bezuinigingen in het verleden ervoor gekozen om commercieel te gaan denken. En er is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niks mis mee. Maar hij realiseert zich ook wel dat de culturele sector echt zichzelf behoorlijk moet bewijzen op dit moment. Ja, gevaren liggen denk ik bij cultuur altijd op de loer. Wij moeten natuurlijk altijd maar afwachten of je over 4 jaar weer subsidie hebt. Aan de andere kant zie ik dat wij onze inkomsten verhogen, bijvoorbeeld op het Abdijplein bij de horeca. Die inkomsten zijn wel nodig, want dat zag ik. Als wij door blijven gaan met zeg maar de experimentele popgroepen, dan hadden wij subsidie daarin moeten stoppen. En die subsidie is absoluut niet bedoeld voor het Abdijplein. En ik vond dat dat budgetair moest draaien. Maar ja, aan de andere kant zie ik dat er 10.000 mensen meer zijn gekomen naar de activiteit op Abdijplein. En dat is inderdaad dat er een bredere bevolkingsgroep daartoe kan komen. En we zien nu ook dat die mensen ook naar de locatievoorstelling gaan. En daardoor heb ik inkomsten kunnen krijgen die ik in de locatievoorstelling kan stoppen. En dan kan ik dus dat niveau hoog houden zoals we dat willen. En ik denk als wij, zoals wij de producties nu neerzetten, doorgaan, dan zou dat geen reden moeten zijn voor de overheden om de subsidies stop te zetten. Een organisatie dus vol vertrouwen. Wanneer wordt er meer bekend over de subsidie? Nou ja, voor dit jaar zitten ze nog safe. In 2016, dan moet er eigenlijk wel wat gaan gebeuren. Want de nieuwe cultuurnota komt eraan. Die is van 2017 tot 2021. Dus voor de komende 4 jaar wordt het spannend. Dus het Zeeland Nazomerfestival heeft nog een jaar
om de subsidiegevers, dus onze provinciebestuurders, ervan te overtuigen dat Zeeland niet zonder nazomerfestival kan. Ja, dat dus later. Nu vooral genieten van die 15e editie. Jazeker, dat begint vanavond. Hier achter me zie je de repetitie, de laatste repetitie van de voorstelling Sal. Dat is 1 acteur en 26 man muziek. Echt een big band. Vanavond de première, morgenavond in de Grote Kerk in Roes, Sœur Sourire, de zingende non. En vervolgens de enige echte buitenvoorstelling op donderdagavond, een zomerdag. En die is in Westkapelle aan het water. Hopen op mooi weer. Anke Taniatu, dank je wel. Het gaat goed met de uienexport. Volgens afzetorganisatie Groente Fruit behoort de export van uien het afgelopen half jaar tot de grootste ooit. Uienhandelaren vreesden eerder nog last te krijgen van de Russische boycot op groente en fruit, maar het is gelukt om nieuwe markten aan te boren. De uien gaan nu onder meer naar Indonesië en Panama. Brazilië is het belangrijkste exportland geworden. Ongeveer 40% van de Nederlandse uien komt uit onze provincie. De laatste loodjes voor de opening van de nieuwe supermarkt in Waarden. Samen met enthousiaste dorpsgenoten werken de eigenaren keihard om alle schappen op tijd af en gevuld te krijgen. Ja, ik dacht, als er een winkel nieuw ingericht moet worden, dan is er heel veel werk te doen en heel veel op het laatst. Vandaar dat ik hier een verloren uurtje doorbreng. Eind februari sloot de oude supermarkt de deuren omdat de omzet terugliep. Het blijkt een groot gemis voor de dorpsbewoners, want ze bieden nu massaal hulp aan de nieuwe uitbaters. Ja, dat is echt geweldig en dat doet je echt heel erg goed. En heb je ook het idee dat mensen het ook echt leuk vinden dat we de winkel gaan openen. En dat geeft een goed gevoel. Donderdag is de opening en vanaf vrijdag kan iedereen in Waarden weer om de hoek boodschappen doen. Het windmolenpark dat vanaf 2017 voor de kust van Borselen wordt gebouwd, gaat veel minder energie opleveren dan verwacht. Dat zeggen althans Amerikaanse onderzoekers. Het park zou 350 megawatt aan stroom opbrengen, maar de molens zouden elkaars wind afvangen, waardoor er veel minder opbrengstrekeningen moet worden gehouden. Het onderzoek is op land uitgevoerd, maar zou volgens de onderzoekers ook gelden voor de situatie op zee. Een niet-alledaags plaatje in Colijns Plaat vandaag. Zo'n 40 Japanners uit de stad Kaizu kwamen de geboortegrond van ingenieur Johannes de Rijke bekijken. Er staat op Johannes de Rijke geboren in Colijns Plaat. Enfin, lees, stel maar even. In Nederland is de Rijke niet echt bekend, maar in Japan lopen ze met hem weg vanwege zijn waterstaatkundige bouwwerken. Sinds het einde van de 19e eeuw zorgen die ervoor dat veel Japanners droge voeten houden. De burgemeester van Kaizu voelt daarom een speciale band met Colijns Plaat. Het Aziatische verleden van Johannes de Rijke wordt met twee beelden in Colijns Plaat herdacht. In oktober volgt een tweede bezoek van Japanners uit Kaizu. De carrière van het Zeeuwse DJ-duo Pep & Rash heeft een behoorlijke vlucht genomen. Jesse van de Ketterij uit Middelburg en Rashid El Ouarissi toerden de afgelopen maanden door half Europa. Dit weekend zijn ze even terug op eigen bodem en draaien ze op Beach Boom. Ik ging elk jaar naar Beach Boom. Ik heb wel eens een jaartje overgeslagen of zo, maar ik ging regelmatig naar Beach Boom en dan, ja, nu sta je daar zelf. Maak je het ook mee van de andere kant. Heel relaxed om hier te staan, maar het is niet het is echt vet. Nee, het is niet te vergelijken met Ibiza, omdat Ibiza echt een party eiland is. Het is overal feest. Ja. Maar Beach Boom, ja, heeft natuurlijk wel voor ons, onze roots liggen hier in Zeeland. Ja. Dus voor ons is het heel speciaal. Ik bedoel, de meeste mensen kennen ons hier wel. De afgelopen maanden toerden de heren door zowat heel Europa. Van Finland tot Italië en van Ibiza tot Estland. En vooral het optreden in Estland is ze bijgebleven. We begonnen dus met 10 man daar. En een half uur later stonden er al 3000 man in de zaal. En we eindigden gewoon, gewoon helemaal te gek. Iedereen had zijn handen in de lucht. En
Toen wij begonnen kwamen ze gewoon aangerend. Ze kwamen gewoon rennen. Met niet één of twee, echt met veel. Dat was echt vet om te zien. We stonden echt naar elkaar te kijken van, wat is dit? Ja. Dan voel je even Chesto of... Ja. Die was er toevallig ook. Die stond ook backstage achter. En die zat ook te kijken van, ja, die dacht ook van, goed gedaan, jongens. Goed bezig jullie. Dus ja, dat is wel vet. En dan hit me. We hebben natuurlijk ook veel mensen ontmoet. Hardwell hebben we gezien, David Guetta, Mr. Props, Armin van Buuren. Zijn dat ook een beetje jullie helden dan? Het zijn onze helden, ja sowieso. En die zeggen dan van, jullie zijn vet, jullie muziek is echt tof, jullie gaan het maken. Dat is wel vet om te horen. Als Hardwell tegen David Guetta zegt van, deze twee jongens zijn de nieuwe... De new generation. Dus ja, dat is wel vet om te horen. De dag begon met een spatje regen, maar verder was het vanmiddag overwegend droog. En geleidelijk was er ook ruimte voor de zon, zoals hier bij Koudekerken. Ja, morgen begint droog met soms een gaatje voor de zon. Pas in de namiddag volgen enkele stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt wel zo'n 24 graden. En tot zover deze uitzending. Meer nieuws online via onze website en natuurlijk de social media. En morgen natuurlijk gewoon weer hier op tv. Graag tot dan. Voor nu een mooie avond. Dag.